Jongens en meisjes, welkom op de faculteit diergeneeskunde. Dat is een heel mooi woord, hè? Ja. En wat doen wij hier, denken jullie? Dieren helpen? Onderzoek naar dieren. We zijn hier vandaag bij de faculteit diergeneeskunde met een groep hyperhoogbegaafde kinderen. En dat doen we met Talentissimo om ontwikkelingsgelijken bij elkaar te brengen. En ze een leuke en uitdagende activiteit te bieden op een middag. Ze zijn kinderen van door heel het land aanwezig vandaag. Alle dierenartsen in het land hebben in Utrecht gestudeerd. Een paard heeft grote hersenen. En een kat, hoe groot zijn de hersenen van een kat, denk je? Als die gaat schoppen, dan gaan we als konijnen schoppen. Dan zijn ze boos, ja. Ik heb nog eerlijk gezegd in zo'n les nog nooit zoveel vragen gehad als met deze groep. Maar wel interessant, ze stellen gewoon goede vragen. Groep kinderen in de universitaire omgeving is best wel een uitdaging. Want het zijn natuurlijk enerzijds nog kinderen en anderzijds hebben ze gewoon heel veel vragen. Zijn ze heel erg nieuwsgierig en hebben ze overal ideeën bij. Dus de mensen die de rondleidingen geven vandaag, die hebben het denk ik best een beetje zwaar, maar heel erg leuk. Een varkenshart kan nu nog niet gedoneerd worden bij een mens. Maar weet je wat je tegenwoordig ook heel mooi kan? Dat is nieuw. Dat is cellen printen. Je hebt hier dieren en dat is zeg maar mijn favoriet onderwerp. En ik hou gewoon heel erg van dieren. Ik sta hier ook naast een giraf. Het is best wel leuk hier en ook interessant. Het is wel vet om te kijken naar alle schedels en botten. Nou jongens, nu gaan we de snijzaal in. Deze groep kinderen is meestal op hun eigen school en in hun eigen omgeving een beetje een vreemde eend in de bijt, helaas. En wat je hier ziet als je deze groep kinderen bij elkaar hebt, is dat het helemaal geen vreemde eenden zijn, maar dat het juist een hele gezellige, vrolijke, kwakende vijver bij elkaar wordt. En dat het gewoon een groep leuke, nieuwsgierige kinderen bij elkaar is. En dat is elke keer weer heel leuk om te zien en heel bijzonder. En tegelijkertijd vind ik het ook elke keer weer confronterend, omdat het dus ook betekent dat ze in hun eigen omgeving die klik vaak niet hebben. Ik denk wel dat er dierenliefhebbers zijn. Ja, dat vermoed ik. Er zijn echt dierenliefhebbers. Ik wil dierenarts worden en dan hier kan je best wel veel van leren. Ik wil dierenarts worden. Ik wil later in ieder geval geen dierenarts worden, want ik vind het niet zo leuk om dieren open te zien. Maar ik wil wel scheikundig zijn en dieren onderzoeken als scheikundige. Talentissimo is een platform dat zich niet alleen richt op kinderen, maar ook op jongeren, dus tieners en op volwassenen. En we proberen steeds meer te doen, het liefst met samenwerkingspartners. En ik zelf probeer ook zoveel mogelijk te doen om activiteiten voor deze doelgroep te organiseren. Dus er komt zeker nog meer. Er komen kinderen vanuit door het hele land naartoe. En ik hoop dat nog heel vaak te kunnen doen. Het zijn bijzonder leuke middagen en dagen.